boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag gaan we teams raten van vrienden. Dus we gaan naar vriendschappelijke wedstrijden gaan ze beet. En we gaan de teams raten van vrienden. In Ultimate Team natuurlijk. Dus ik ben nu Ultimate Team aan het induiken. Allee, ik ben nu FIFA aan het induiken. Jullie horen dat bij achtergrond. Maar we gaan nu dus... we gaan nu dus... Teams van vrienden bekijken. Eerst de rate your team van FC25, sorry. Dus de eerste rate your team is hier. Let's go. Oké, we gaan nu dus Ultimate Team induiken. We gaan eerst mijn team laten zien waarmee ik nu speel op dit moment. Jullie kennen het team ondertussen al wel. Ik heb Alisson op de goal staan. Dan als rechtsback Trent Alexander-Arnold. Als centerback Ruben Dias. En samen met Gabriel vormt hij het centerback duo. Op linksback heb ik Andrew Robertson. Op linksmidden heb ik Neymar Silva Santos Jr. Op centerwit heb ik Kevin De Bruyne en Rodri. Op rechtsmidden heb ik Player of the Month Cole Palmer. In de spits heb ik staan Diogo Jota en Cristiano Ronaldo. En op mijn bank staan Ederson, Renard, Martinez, Kobel, Messi, Sommer en Foden. En de trainer Jorge Jesus. Oké, nu gaan we zien naar... dan moeten we naar het spel gaan. Vriendschappelijk. Dat heb ik nog niet gezien op de bank. Gewoon klassieke wedstrijd. Gaan we eerst naar deze team zien. Maar wie is dat? Ah, van Tijn. Hij heeft Ederson op goal. Rechtsback is Balde, Marquinhos en Upamecano zijn centerback. Linksback Ferland Mendy. Linksmidden is Coman. En dan centermidden zijn Barella, Tonali en Bernard Silva. Rechtsmidden Player de Mond, Lamine Yamal. En de spits Player de Mond. Nee, ja, Player de Mond, CDA Turam. En dan Leen Bellingham, Leen Son, Samen Parallelo, Leen Bonmatti, Leen Smit, Sané, Horan. En dan, ja. Dan gaan we zien naar Sven's team. Oké, maar dat zijn dingen, hè. Dat zijn Road to Glory, denk ik. Dus hij heeft daar Martinez, Saborido. Gehi, Kersten, Wilkins, O'Kane, Comer, Garner, Kaya. Is dat Onur Kaya? Nee, Fatikana. Amiri en Calvert-Lewin. In de bank. Ja, daar is nog werk aan, maar ik weet dat het een rode glorie is. Dominic. Dat is ook nog een starterteam. Johus, zijn team, is Martinez, Gusto, Gomez, Van de Ven, Capdevilla, Tonali en Rice op centraal verdedigingsveld. Bellingham op cam, Foden op rechtsbuiten. Spits is Rashford en linksbuiten Chiesa. En hij heeft Ta, Lang, Nuno Mendes, Thuram. Gabriel Martinelli, Merten, Werner, Marquinhos op de bank staan. Dan gaan we naar PureRTG, ook een account van Sven.
En er is ook weer een starterteam. Dan gaan we naar deze zien. Je hebt Robert Sanchez, Pedro Porro, Ake, Akanji, Mazraoui, Gravenberg, Kudus, Soboslai, Werner, Trossard, Lukaku, team van de week, Clinton Mata, team van de week, Aubameyang, Jackson, Ansu Fati, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres. Brentsen team. Dat is ook een redelijk goed team. Ik ben ook met zo'n team gestart. Kobe van de Ven. Pickford, Trippier, Van Avermaat, Joro, Maatsen, Somerville, Kovacic, McGinn, Saar, Richarlison, Rutter. Dat is wel een decent team. Dan gaan we naar Sven's team zien. Het officiële team van Sven. Martinez, Trent Alexander-Arnold, John Stones, Matthijs de Ligt, Robertson, Casemiro, Madison, Gundogan, Chloe Kelly is dat zeker, Kanu en Sancho, dan Manjan, Jimenez, Fontas, Ake, Pedri, Chaka, Osimhen, Robert Sanchez, Pedraza. Ja, ik geef dat toch wel een goed cijfer. Dan naar Kevin's team zien. Hij heeft Alisson, hij heeft Carvajal, Schlotterbeek, Koch, Mendy, Coman, Alex Garcia, Rodri, Iwobi, Openda, Keane, hij heeft Watkins, Mostovoy, Riken, Soboslai, Robert Sanchez, Martinelli, Palmer, Zubimendi en ja. En dan gaan we nog eens naar Kevin's team zien. Ja, dat is ook een goede team. Dan gaan we naar Nielsen team zien. Ja, dat is compleet Premier League gericht met een beetje MLS en een beetje Bundesliga. En dat hij die nu daar gezet, Fred hier en Andingra daar, dan had hij nog meer chemistry gehaald, maar hij speelt hoe dat hem wil spelen, ik zeg het maar. En dat waren de teams, dus ja, ik zeg het, ik heb nu al deze team staan, ik vind dat wel redelijk goed, dat team. Zoals jullie gezien hebben, heb ik al heel veel walkouts gepikt. Ik heb wel veel gekocht. Zoals Trent heb ik gekocht. Ruben Diaz heb ik gekocht. Gabriel heb ik gekocht. Robertson heb ik gekocht. Neymar heb ik gekocht. De Bruyne heb ik gekocht. Cristiano heb ik gekocht. Diogo Jota heb ik gekocht. Martinez heb ik als eerste keeper gekocht. Dan heb ik Messi nog gekocht. En degene dat het goedkoopst was om te kopen, denk ik dat Robertson was, bij 5.2. En het duurste denk ik toch wel De Bruyne of Ruben Diaz. De Bruyne 40k. De Bruyne was duurste omdat dat 40k was. En die hebben jullie in de video van woensdag gezien. Messi was ook redelijk goedkoop. En Ronaldo was zelfs nog goedkoop, een 9.6. Ja. En mijn favoriete speler in dit team zou ik toch zeggen De Bruyne of Neymar of Ronaldo. Ik heb Messi op de bank gezet omdat hij niet genoeg chemistry pakt op de... in het base team. De Bruyne is ook wel heel goed. Ik speel er ook heel graag mee. Echt Ruben Diaz en Gabriel zijn echt killers op het center om te verdedigen.
De Bruyne, zoals je ziet, 13 wedstrijden gespeeld en 12 goals gemaakt en 6 assists gegeven, dat is echt wel goed. Neymar, 12 wedstrijden, 13 goals en 7 assists, dat is ook weer heel goed. En Ronaldo, 29 wedstrijden gespeeld, 155 doelpunten en 5 assists. En Cole Palmer natuurlijk, 22 wedstrijden gespeeld, 28 doelpunten en 8 assists. Vanavond, alleen dan is, komt in de video van. Ja, het is nu donderdag waar ik dit opneem, maar in de video van dinsdag. Normaal gezien dinsdag, ja. Als ik niet vergeet te uploaden. Zoals ik dinsdag heb vergeten. Daarom dat de video van dinsdag op woensdag al aangekomen is. Maar dus dinsdag zien jullie dat ik waarschijnlijk. Ja, dat ik sowieso de 2x86 heb en misschien dat we nog aan Adama Traoré geraken met de dingen, met de weekly objectives en zo. Misschien dat we zelfs al het seizoen uitspelen tegen deze video, of de video, alleen tegen de video van dinsdag of de video daarna van dinsdag daarna. Dus het is nog 2 weken voordat dat Total Rush gedaan is en dan komt er ook een video. Dus ja, let's go. Ik zie jullie guys. Ik zie jullie guys bij de outro, let's go. En dit was dus de video. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik check jullie guys dinsdag terug bij een nieuwe video. Oh nee, normaal gezien dinsdag. Als ik het niet vergeet, dan is het, als ik het vergeet, dan is het woensdag. Maar ik zie jullie guys normaal gezien dinsdag terug bij een nieuwe video. En dan gaan we. Ja, dan gaan we verder doen aan IFC 25. Het is nu de tweede IFC video kort op elkaar vandaag. En ik zie jullie guys graag terug bij de FC 25 video. Volgende week dinsdag. Let's go. Op volgende vrijdag weet ik niet wat voor video dat ik ga maken. Waarschijnlijk ga ik gewoon laten alleen een video maken waar. Hoe dat ik het wil aanpakken met team of the year. En wanneer dat ik mijn packs ga opsparen. Dus let's go. Zo, ik zeg jullie guys. Bij de video van dinsdag. Let's go.